Wow, glitter en glamour hier hoor. Wauw. Echt zo mooi. Hallo jongens en welkom terug op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag ga ik 10 allerleukste kerstballen aan jullie laten zien. Van de Action natuurlijk. Ik ga jullie mee de winkel innemen om even de kerstcollectie überhaupt aan jullie te laten zien. Wat het aanbod is, hoe het er allemaal uitziet. En ik laat ook aan jullie zien welke 10 kerstballen ik zelf geshopt heb. Dus ben je daarna benieuwd? Blijf dan gezellig even kijken. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren op het YouTube kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. En daar zijn we dan, bij de kerstafdeling. Oh mijn god. Ik ga eerst even laten zien wat er allemaal überhaupt is, ongeveer. En dan ga ik op zoek naar de mooiste kerstballen. Oh, ik zie echt al hele mooie dingen. Wow, glitter en glamour hier hoor. Zo, hier zit nog wat in. Oh mijn god, ik weet echt nu al niet meer waar ik naar moet kijken. Oh, wauw. Vind ik heel mooi dit. Oh kijk, met een soort vachtje. Nou, is helemaal mijn ding. Dit ook. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon normale kerstballen. Mooie kleur, echt. Ik hou van groen. Maar ja, dat valt natuurlijk een beetje weg in zo'n kerstboom, denk ik. Oh, deze zijn echt super groot. Met glitters. Maar wacht, er is meer. Nog een hele afdeling. Kerstboompje. Versiersels. Oh, je kan je eigen adventskalender mee maken. En dit. Oh mijn god. Allemaal kerstsnoep. Heerlijk. Oorbellen. Wat is dit ook überhaupt voor een ding? Kan je dit kopen? Of staat het gewoon voor... 40 euro. Oh, je kan hem kopen. Oh mijn god. Nou, ik ga even op zoek naar de leukste kerstballen. Maar dit is ook leuk. Het is natuurlijk geen kerstbal, maar dit vind ik ook zo leuk. Ja, dit is sowieso echt... Oh, love it. Een van mijn favorieten nu al. Ik hoop dat ik het heel mee naar huis kan krijgen. Nou, zoals jullie hebben gezien, is er al een heleboel te verkrijgen bij de Action van de kerstcollectie. Echt van alles. Snoep, kerstballen, versieringen. Letterlijk alles. En ik heb hier de 10 leukste kerstballen die ik kon vinden. Oh mijn god. 1 ding valt me al op. Heel veel rood en heel veel roze. Maar goed, jullie kennen mij. Glitter en glamour, rood, roze. Helemaal mijn ding. En ik wil zeggen, ik begin met mijn favoriet. Maar ik zou echt niet weten welke mijn favoriet is. Dus laat ook even bij de reacties weten welke jouw favoriet is. Van welke ik geshopt heb. Ik begin met deze. Oh my god. Een rode kerstbal met gouden glitters. Je kan me eigenlijk niet gelukkiger maken dan dit. En dit is hoe die eruit ziet. Fantastisch. Fantastisch. Trouwens, alle kerstballen die ik vandaag laat zien waren tussen de 1 en de 2 euro. De meeste waren 1,12 euro. En er zijn een aantal geweest die 1,70 euro en 1,90 euro waren. Dus dit is de eerste. Love it. Dan heb ik natuurlijk ook deze meegenomen. Ik vind dus doorzichtige kerstballen ineens mega leuk. Ik heb er ook echt een aantal van meegenomen. En wat ik dus zo leuk vond, is dat dit met echt een soort van een stofje erop geplakt is. Nou, heel bijzonder. En dit is hoe die eruit ziet. Love it! Lekker groot ook. Hier wilde ik eigenlijk een stuk of 10 van meenemen. Zo mooi vind ik deze. Hij is wit, dus je ziet hem helemaal niet zo heel goed. Wit met gouden glitter. Maar je had hem ook in andere kleurtjes. Groenig en ook roze. Maar deze witte vond ik zo mooi. Ik vind de vorm ook heel mooi. Net even anders dan anders. Love it. Dan heb ik nog een rode. En wat ik hier zo leuk aan vind, is dat hij dus zo'n fluwelen stofje nog hier heeft. Kijk, zie je dat? Dit is fluweel. Deze heeft ook bijna als enige geen glitters. Maar deze heeft wel glitters. En dit is ook de enige donkere kerstbal. Een zwarte. Je had hem ook in het wit volgens mij. En ook een ander kleurtje. Maar zwart vond ik dan wel weer even net even heel anders dan de rest van de kerstballen die ik had uitgekozen. Dus dat vond ik ook heel erg leuk. En dit is hoe die eruit ziet. Zo cute! Ik heb helemaal zin om dit in mijn kerstboom te hangen. Maar het grappige is,
Ik heb niet eens een kerstboom. Dus dat moet ik eerst nog even halen. Maar ik heb wel kerstballen. Nu wel. Oké, zoals ik al zei heb ik een aantal doorzichtige dus. Waaronder ook deze. En hier zitten dus allemaal kraaltjes opgeplakt. Kijk, zie je dat? Dit zijn allemaal kraaltjes aan de onderkant. Ik vind het toch wel echt wat hebben als ze zo van glas zijn. Doorzichtig glas. Heel leuk. Misschien is dit wel mijn favoriet trouwens. Roze en gouden glitters. Ik val wel een beetje in herhaling met al die gouden glitters aan alles. En die kleurtjes. Maar I love it. Kijk even hoe feestelijk dit eruit ziet. Wordt bijna gehypnotiseerd. Kijk nou. Oh, zo mooi is deze. Ja, misschien is dit toch wel mijn favoriet. Echt zo mooi. Oh, ja, ik val echt een beetje in herhaling. Want ik heb natuurlijk de 10 mooiste kerstballen meegenomen. Dus natuurlijk vind ik ze allemaal prachtig. Ik heb ze zelf uitgekozen. Maar dit vind ik ook weer zo mooi. Kijk nou. Kijk, dit is echt wel weer heel anders dan deze. Zie je dat? Ik vind deze deze keer nog een stukje mooier. Alleen dan vraag ik me af of je dat nog wel goed ziet in een kerstboom. Gezien ze gewoon een soort van doorzichtig zijn. Dan heb ik nog een rode kerstbal. Ik moet zeggen, rood en goud doet me ook echt heel erg denken aan kerst. Dus ik vind dat ook gewoon heel erg leuk voor in de kerstboom. En dit is hoe die eruit ziet. Met van die soort van blaadjes van glitters. Heel leuk gedaan. En de allerlaatste. Ik wou bijna zeggen, ik heb best voor les bewaard, maar dat is niet waar. Gedurende de hele video heb ik echt fantastische kerstballen laten zien. Zoals je ziet is deze ook helemaal versierd met kraaltjes. En dit doet me echt bijna denken aan een toetje. Van een slagroomtaartje of zo. Zo ziet het eruit. Of niet? Ja, het ziet er echt bijna uit als een toetje gewoon. Die kraaltjes er zo opgeplakt. Vraag me echt af hoe ze dat doen. Maar dit is de laatste kerstbal. Love it. De kleurtjes, alles. Ik zit helemaal onder glitters. Ik heb een zwarte broek aan. Was misschien niet echt een goed idee. En dit was dan weer de video van vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en helemaal in de kerstmood zijn gekomen. Stiekem kan ik echt niet wachten tot het kerst is, maar ik heb geen zin in winter. Dat is echt elk jaar weer mijn struggle. Wacht er ook echt niet te lang mee om naar de Action te rennen voor de kerstballen of andere dingen. Zoals jullie weten, verandert het assortiment bij de Action heel erg snel. Dus je moet er wel echt snel bij zijn. Vergeet niet om te abonneren en om deze video te liken, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Ik vind het ook altijd heel erg leuk als jullie een comment achterlaten. Dus doe dat ook vooral. In ieder geval, dan wil ik jullie nu ontzettend bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!